Goedemorgen allemaal, ik ga even mijn verwarming aanzetten, dus ik al een blauwe duimpje omhoog. Vandaag is het 21 december, ja, de officiële dag van winter. Vandaag is dus de winterseizoen begonnen. En het is ook wel weer wat fris, het is 0 graden. Maar op kerstmis heb ik gehoord dat het 13, 14 graden gaat zijn, wat we dus niet gewoon zijn. En ik zal zeggen, doe ook al een abonneeken. Want er zijn regelmatig wel wedstrijden te doen op mijn channel. Voilà. Ik kan jullie nu laten. Tot. Hallo! Ja, ik heb al even al gedaan met werken. Het is al 8 uur. Ja, ik heb gedaan. Ja, om 5 uur. Ik ben nog even aan naar Anneleen. En we zijn hier in Kersof geweest. Het was weer al gezellig. Nu ben ik op weg naar huis toe. Om daar dingen terug gaan te kijken, familie, wat als is het vandaag en dan nog een nieuw programma. Dus ik ga kijken hoe ze die nieuwe programma ook wel hebben gemaakt, omdat dat ook iets is wat ik ook graag doe en al, dus voor jullie ook vlogs maken, dus dat heeft ook met video te maken. Met beelden en al. Dus het is altijd leuk om terug te zien hoe ze het hebben gemaakt. Dus via hier. Ja, ik ben nu onderweg toch naar huis toe, dus dat heb ik al gezegd. Hoe is het weggegaan? Moeilijk. Ik had het wel moeilijk en ja, maar ze waren niet kwaad, ze waren niet kwaad. Ik vind het altijd dat ze een mindere dag hebben. Dus, ach ja, shit happens. En nu ben ik nu ga ik stilletjes ervan ook de vlog hier al beëindigen. Het is een vlogje van 4 of 5 minuten maar. Dus ik heb niet zoveel te vertellen. Nou, ik ook nog wat naar het nieuws heb gekeken. En dat die klootzak, de bestuurder van de trucker, nog altijd spoorloos is vandaag. Op 21 december. En ja, en het is wel, hij is wel gesigned over gans Europa. Maar hij is dus nog altijd op de vlucht. Maar volgens mij is hem al volledig al uit Europa, denk ik. Denk ik, hè. En ik heb nog, ja, schrik niet. Ik hoop niet dat het uitkomen mijn vermoedens. Maar ik heb zo'n vermoeden dat er nog meer gaat aankomen op kerstmarkten. Dus als je naar een kerstmarkt gaat, zowel in Hasselt ofwel in Nederland ergens, of in Duitsland of in Frankrijk, noem maar op, let alsjeblieft een klein beetje op, zet op je hoede. Er kan altijd iets gebeuren, maar laat u niet tegen door de terroristen. Laat u niet bang maken. En inmiddels 48 gewonden. En jammer genoeg zijn er 12 mensen om ons heen moeten gaan. En de bestuurder van de trucker, dus de officiële bestuurder van de trucker, die heeft zich proberen te weren. De vrachtwagen is dus gestolen. Dat is waar heel veel mensen al weten. En de bestuurder van de trucker die heeft proberen die dader te overmeesteren, die de aanslag heeft gedaan, maar mislukt. Dus daarom denkt ook de politie de politie dat er toch wat bloedvlekken of zo aanwezig moeten zijn op zijn lichaam of op zijn kleren. En dat hem ook gewond kan zijn.
Dus dat hij naar een ziekenhuis gaat of naar een dokter gaat voor hem te laten controleren. En misschien kent de dokter hem en wordt hem dan volledig opgepakt. En dan nog iets heel leuks. Duitsland belooft 100.000 euro, dacht ik dat het was, voor de gouden tip die leidt naar die persoon toe. 100.000 euro. Kijk, dat is eigenlijk een klein beetje ook oneerlijk naar de andere mensen toe. Oké, het is iets heel moois, een hele mooie beloning en al. Maar daar had je ook de mensen niet mee terug die zijn omgekomen. En ik kan ook geen gouden tip geven, dus er zijn ook heel veel mensen ook teleurgesteld die het geld ook hard nodig hebben. En ja, en dan reiken ze zoiets uit. Ze moesten iets anders gegeven hebben voor de gouden tip, vond ik. Iets bijvoorbeeld. Vraag wat hun droom is en probeer dat ook werkelijkheid te maken. Mijn droom is niet super duur, 150 euro maar, want ik heb het al opgezocht. Dat is niet duur. Wat is het? Het is een luchtballon vaart. Dat wil ik wel ook eens doen. Eén om mijn hoogtevrees een klein beetje verder te proberen te overwinnen. Ja, ik heb hoogtevrees. Wat dan nog? Ja, en dan ook nog voor zo'n mooie uitzicht te genieten. Zo'n mooie uitzicht te genieten en al. Maar dus ik kan ook genieten van het uitzicht en al. Ik kan er niet meer op verzinnen. Dus als jullie eens ooit een leuke cadeau voor mij willen doen, oké, 150 euro is wel duur. Maar je maakt er wel iemand mee gelukkig. Nee, natuurlijk. Om een luchtballon vaart te doen. Ik wil nog ooit iets meegemaakt hebben in mijn leven. Dat is mijn bucketlist, wat ook nog afgewikkeld worden. Mijn tweede bucketlist wat erin staat is naar Amerika gaan. Om daar de achtbaan te doen. Het extreemste, de gewelddadigste, de hoogste en al van alle achtbanen in Amerika te doen. Ja, dat is ook wel een hele leuke hobby wat ik doe. Maar die kost redelijk wat geld. Je moet vliegtuigtickets kopen. Je moet de pre-bike tickets kopen. Je moet je hotel betalen. Je moet je vervoerkosten betalen. Je eten en je drinken. Dus ik wil daar een halve maand september dan naartoe gaan. Maar je moet wel denken, is het trek wel 5.000-6.000 euro wel armer. En het is nog 4 graden, dus ik ben bijna thuis. Dus ja, 5.000 euro. 4.000-5.000 euro zeg je sowieso kwijt als je naar Amerika gaat. Mijn coaster counter staat al op 600, dat weet ik nog. En als ik dus naar Amerika ga, dan komen er direct al 500 er extra bij. Omwille van dat er in Amerika een coaster oorlog is geweest. En dan hebben ze daar redelijk wat coasters gebouwd. Extreme coasters, minder extreme coasters. Maar als we naar een pretpark gaan, doe ik alle rollercoasters. Zelfs de kiddie coasters. Waarom? Voor de coaster bingo te hebben. En wat is een coaster bingo? Dat betekent dat je eigenlijk ook op de kinderattracties, bijvoorbeeld zo'n kevertje,
waar je ook soms op de kermis ziet staan, dat je ook moet, effectief moet gaan inzetten voordat je kunt afvinken voor een extra coaster point te hebben. Maar, daar is ook wel nog een maar. Bijvoorbeeld, ik pak nu een... Walibi, België. Of nee, Walibi Nederland. Daar kom ik direct al op eentje te binnen. Dat is de Coolite. Wacht dat je er 5 of 6 keer uit erop gaat, maar je coaster counter blijft wel op 1 staan. Dus je moet, ik heb al dus 600 verschillende achtbanen al gedaan in mijn leven. Dat kan dus al tellen. Maar het leuke ervan al is, dus ik ben nu een vlogger geworden. Als ik ooit naar een pretpark ga of ergens anders naartoe ga, ja, dan maak ik daar ook beelden van. En als ik in een rollercoaster zit, dan pak ik wel mijn andere camera ook al mee. Dus ik ga niet filmen met mijn gsm. Stel dat die uit mijn handen vliegt, ja, dan ben ik die sowieso kwijt. Maar aan mijn camera, daar hangt ook een touw aan. Het kan zijn dat ik ook tegen die tijd een GoPro heb. Dat je die ook kan monteren op, op de rollercoaster waar ik dan zit. En dat ik dan onderuit kan filmen voor jullie. Ik heb proberen niet 1 GoPro te kopen, maar 2 GoPro's. Waarom 2? Ofwel een 360 camera. Ja, oh, dat staat ook nog op de planning. Een 360 camera. Dus ja, voor in de rollercoasters te kunnen filmen. Zowel de front als de back. Oh, ik kan eigenlijk 3 camera's kopen. Front, back en mijn smoel als ik daarin zit. Ah, dat ik dat doe. Oké, nu heeft mijn vlog wel lang genoeg geduurd. Ik hoop dat je er wel hebt genoten van mijn onnozeliteiten. Ik ben toch aan het kijken. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Ik ben aangekomen bij mijn thuis. En nu ga ik richting bedje in. Wat tv nog kijken. En wacht. Het regent. De pannekes worden nat. Er kwamen 2 boerinnekes aan. Die vielen op zijn gat. Klets. Nat. Nee. En subscribe my channel. En don't forget the be like button. En nu in het Nederlands. Abonneer zeker op mijn channel. Joep. Abonneer zeker op mijn channel. En doe zeker een blauw duimpje omhoog. Dus like my... Ja, dus vind mijn video leuk. Dankjewel. Nee, ik wil niks meer zeggen. Ik was ook nog aan het denken, wat kan ik nog zeggen? Tegen jullie. Maar daar hou ik voor morgen. Voor mijn volgende vlog. Hey, Otto. Allez, salut!